De sloop van de Overweg is in volle gang. Buurtbewoners zijn er alleen niet heel blij mee. Het pand diende namelijk ook als geluidswal tussen de achtergelegen woonwijk en de snelweg A73. Nu het pand weg is, is er dus volgens de buurtbewoners geluidsoverlast ontstaan. Ook lijkt het erop dat de gemeente hier weinig aan kan veranderen. Nu de sloop van de Overweg gereed is, is er een gat ontstaan in de geluidswal. Bewoners ervaren hier overlast van. En dat was voor de VVD in Beuningen aanleiding om hierover vragen te stellen in de gemeenteraad. Bij ons weten het oude Overweg, het tuincentrum, altijd, behalve uiteraard als tuincentrum, ook bedoeld was om de achterliggende woningen te beschermen voor het lawaai van de snelweg. Dus er kon worden gesloopt en je ziet inmiddels dat alles zo ongeveer gesloopt is. Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld in de gemeenteraad, kan wethouder Versluis hier meer duidelijkheid over verschaffen. Maar er is ook, dat is heel recent, een contract boven water gekomen waarin staat opgenomen dat de eigenaar de verplichting heeft om die geluidwerende voorziening daar te realiseren en in stand te houden. En dat geldt ook voor een nieuwe eigenaar. Toch hebben bewoners momenteel last nu het pand van de voormalige Overweg gesloopt is. Nou, ik merk wel dat er nu verbouwd wordt, of in ieder geval gesloopt wordt bij wat de Overweg was en wat de nodige herrie met zich meebrengt. Vooral met mooi weer als je buiten bent. Kijk, ik hoor nu de Overweg weggehaald, dus hoor je meer herrie van de snelweg en van de auto's die er overheen rijden. Ik heb er nu op het moment niet zoveel last van, maar ik denk ook dat wij nog net een stukje geluidswal hebben. Ze slopen het niet met een bulldozer, maar het brengt wel de nodige geluid met zich mee. En dus ook de overlast van de snelweg, omdat die geluidswal van de Overweg weg is. Naast de huidige geluidsoverlast zijn buurtbewoners ook benieuwd naar wat er komen gaat op de kavel. Ik heb geen idee wat er gaat komen. Er wordt heel geheimzinnig over gedaan. Ik ben erg nieuwsgierig. Maar van de gemeente heb ik nooit iets gehoord. Of een brief gehad of gelezen, helemaal niks. Maar nu zijn we bang dat er dadelijk van die kubussen komen die nog hoger zijn. En dan kijken we dadelijk tegen een wand aan. Nou, dat is niet de bedoeling. Zo zijn we hier 30 jaar geleden niet begonnen. Dat ik aan de initiatiefnemer zou vragen om overleg te plegen met de buurten, om zijn plannen aan de buurt te tonen en ook met hun in overleg te gaan. We vinden het wel betreurenswaardig dat de situatie nu is zoals die is en dat er nog geen zicht is op de vraag wanneer is dit weer opgelost. Als ze weten hoe lang ze moeten wachten, dat maakt het een stuk aangenamer en nu blijven ze in het ongewisse.